Leerlingen uit groep 8 van Brede School Merenwijk hebben vandaag verschillende zelfgemaakte welkomstborden onthuld. Met de borden heten ze de bewoners van de multiculturele wijk welkom op de plekken waar de kinderen vaak samenkomen. Wij als wijkvereniging zijn super trots op dat kinderen in de wijk andere kinderen welkom gaan heten. En dat ze zo openstaan voor iedereen. Ik werd ook gevraagd, joh, en ik vind het geweldig. Wij denken misschien is het wel heel leuk om een kindercomité te maken als er weer nieuwe mensen zijn. We gaan erover nadenken. Open hart voor allemaal. Geweldig wat jullie gedaan hebben. Okay. Sol-medewerker Said had na de onthulling een verrassing voor de kinderen meegenomen. We hebben hier twee koffers naast mij staan. Ik denk dat sommige van de kids denken van, hey, wat is dat nou? Ik weet dat Hamza daar al een tijdje naar aan het kijken is. Maar het is een klein bedankje. Hier zitten namelijk 4 VR-brillen in. En die mogen de kids zometeen gebruiken nadat de activiteit is afgelopen. Dus dank jullie wel. Milou is een van de studenten die actief is via de stichting MOVE. Ik ben het gaan doen omdat ik graag met kinderen werk. En ook eventueel het onderwijs in wil, maar niet zeker weten of ik dat nou voor de klas wil doen of juist in een organisatie. En ik wilde graag bijdragen aan kansengelijkheid onderwerpen. Dus vandaar. Vanmiddag gaan ze vooral kijken naar wat ze zelf kunnen. Dus wat voor talenten hebben ze, wat vinden ze interessant. En dat is ook echt het doel voor ons om te zoeken, zodat ze leren hoe ze naar zichzelf kunnen kijken en hoe ze kunnen groeien. En met die projecten en die input van de klas hebben we een project ontwikkeld. Wat dan voornamelijk uit hen zelf komt. Dus zij kunnen ook terugkijken op een project wat zij zelf hebben neergezet. En zo'n middag ziet er meestal uit dat je begint met een introductie. Wat heb je vorige week gedaan? Daarna gaan ze aan de slag met een onderdeel. En aan het einde sluiten we het af en kijk je uit naar de volgende keer. Said, wat staat er op dat bord? Want jij kan Arabisch lezen, hè? Dat klopt. Nou, allereerst staat er welkom bij Sol, dat hebben de kids gemaakt. Daarnaast staat er een woordje in het Arabisch, maar er staat welkom. Maar letterlijk ook echt welkom. De letters W-E-L-K-O-M. Een soort Arabisch-Engels. Arabisch-Engels inderdaad, ja. Multicultureel zijn jullie hier. Absoluut, absoluut. We zitten natuurlijk in een multiculturele wijk ook. En de school is ontzettend multicultureel. Dus het was hun keuze om het op deze manier te doen.